We gaan naar rit 4. En oh, 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 wat zal Gerard Kempkes nu in zich omvoelen gaan. Hij debuteert op zo'n groot toernooi. Het is voor het eerst dat hij in zo'n stadion moet rijden met al die mensen. En hij rijdt tegen deze André Hoffman. Toch ook een schaatsenrijder van internationale faam. Zeker op de kortere afstanden. Hoffman heeft al eens 37-40 gereden ooit in zijn carrière. En Kempkes is nog nooit sneller geweest dan 40.18. Eigenlijk zou hij daaronder moeten rijden. Maar mag je dat allemaal verwachten van zo'n jonge kerel die debuteert op zo'n toernooi? Zijn opdracht is een plaats bij de laatste 16 te bereiden. En dat moet hij dan met name afdwingen via een goede 5000 meter later op deze middag. Ook hij moet die laatste binnenbocht straks in. We duimen mee. Start is goed. Hoffman binnen, Kempkes buiten. Hoffman opent met voorsprong in 10.25. Ja, ja, dat is de snelste opening van allemaal. Maar ook de 10.41 van Kempkes mag gezien worden. Goede openingen voor allebei, prima. Maar nu Kempkes straks naar die laatste binnenbocht. Hoffman naar buiten. 10.25, wat een opening zeg. Kom op Gerard. Hij blijft op de been, komt heel ruim uit die bocht. Maar hij blijft op de been, dat is goed. Het is prima gedaan. Veel meer mogelijkheden zijn er niet in die bocht. Hoffman gaat erin winnen, dat is normaal. Wat is de tijd? 38.39 en een nieuw persoonlijk record van Gerard Kempkes in 39.03. Een fantastisch eerste optreden van de debutant uit Eelde op dit kampioenschap. 39.03, een voortreffelijke prestatie, zonder enige twijfel. Die gebaren zijn schitterend van Kempkes, zag u dat? Die handen in dat haar, dat van, hoe is het mogelijk, maar ik heb het. Heel, heel goed. Daar met name op dat laatste stuk, terwijl hij door die binnenbocht prachtig technisch goed door is gekomen. Daar pakt hij toch enige wind. Hij blijft mooi schaatsen. En hij rijdt een hele acceptabele, een hele goede tijd.